Harry Mondeel, voorzitter van de Raad van Kerken in Almelo... en Ab Gietlink togen met een missie namens Pax Almelo... naar de ambassades van Oekraïne en Rusland in Den Haag. Vanwege een treinstoring konden men helaas niet meer terecht bij de Oekraïnse ambassade. We wilden samen de resultaten aanbieden aan de ambassadeur van Oekraïne... en van de Russische federatie van onze actie die we gehouden hebben... Uh, aan het begin van de Vredesweek... Uh, met een manifestatie, onder andere in de uh, Grote Kerk... van de katenactie die we gehouden hebben. Een, uh, een katenactie waarin we de presidenten... van de Oekraïne- en de Russische Federatie oproepen... om uh, af te zien van uh, wapengeweld. En uh, uh, te zoeken naar uh, elkaar te ontmoeten. En... Uh, te zoeken naar een oplossing om tot vrede te komen. Wij zijn als vredesbeweging dus tot de conclusie gekomen dat het heeft nu lang genoeg geduurd. Er wordt dan weer gesproken over maandenlang voorbereiden van voor nieuwe aanvallen voor vliegtuigen die bemand moeten worden. Dat betekent dat er maandenlang weer jonge mensen steuvelen en, en, en burgers. Dood worden, maar vooral die oorlogsinspanningen van beide kanten. die ertoe geleid hebben dat er honderdduizenden, een paar honderdduizend doden en gewonden zijn gevallen. We werden ontvangen met koffie en Russische lekkernijen erbij. En eh, na een tijdje kwam ook de ambassadeur zelf, meneer Sjoegin. En eh, we hebben een. Gesprek gehad over uh, de ontwikkelingen zoals die er op het ogenblik zijn tussen Oekraïne en Rusland. Wat was zijn standpunt? Hoe reageerde hij? Uh, hij heeft vooral gesproken over uh, de rol van de NAVO. En in zijn ogen de kwalijke, zeer kwalijke rol van de NAVO ten opzichte van de Russische federatie. En de dreiging die van de NAVO uitging in de richting van de Russische federatie. U realiseert zich wel, natuurlijk, meneer Gieteling, dat uh, Poetin de agressor is. Hè, en dat hij als oorlogsmisdadiger gedaagd wordt door het internationaal strafhof. Ja, maar ik vind dat heel dom dat ze dat doen. Want als je nou wilt dat er vrede komt, dan moet je niet tegen een van de hoofdpersonen zeggen: van, We gaan jou oppakken en in de haag brengen. Was er ook enig besef van wie de uh, agressor was, wie begonnen is? Helemaal niet. Oh. Het was een uh, no-item. Daar viel niet over te praten. We hebben van hem toch ook de indruk gekregen dat Rusland eigenlijk wel, zij het op bepaalde voorwaarden, tot vrede bereid is. Omdat ook voor hen die slachtoffers natuurlijk uh, een belangrijke rol gaan spelen. We moeten ophouden met die oorlog, want we kunnen niet maandenlang nog doorgaan met zoveel slachtoffers.